Yo mensen, leuk dat jullie kijken. Vandaag heb ik een nieuwe vlog. Ik ben het wakker. Mijn schoenen aan doen. Yo, mijn schoenen aan doen. Ja. Dat was gisteren Rambo ook nog. Het is gisteren over Rambo. Dus we gaan zo meteen pet op. Telefoon uittrekken. Hier die malingen. Maar het zal wel toch een oplader mee van de camera en van mijn telefoon. Dus mensen, ik zeg tot zo. Dat zijn we mensen. Dus ik heb dat moment niet in de auto. Van mijn prijs gaan mijn vader zoek lichtje. Erop duwen. Huh? Erop duwen. Weet je, ja, weet je. Nou, zelf. Oh, zo moet het dus. Lol. Maar nog wat, we zitten in de auto. Vertrek zo. Het is nu. Kijk. 7:10. Moet je dat twee poldoortjes van laat ik ook wel zien. Dus ja, ik zeg tot zo. En daar zijn we weer. We zitten op dit moment al in België, zoals jullie zien. Even draaien. Hoe is dat hier? Wat is dat? Tja. We rijden de slechtste wegen van Nederland, België. Yes, dat was eigenlijk wel. Het is ook een bol, maar het ziet We staan nu weer in de file, het is een beetje donker. We zitten al in de brug. We zijn aan het werken hier aan de weg. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 5 en de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 6 kilometer. Aanrijding 2 rijbanen dicht. Je wordt daar gelijk via de vluchtstrook. En de laatste de A50 Arnhem Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven door kijkers 10 kilometer langzaam rijden. Maar het zou wel afgelopen vrijdag ronde staan. Oeps. Weet je wat er is? Ah ja. Hoe sexy als ik dans. Zo weg. Oh, boebeltje. Oh, dat is zo raar is het. 8 minuten 8. Dus 8 mensen, dus ik stop de vlog net tot de man. Ik ga zo meteen verder, dus mensen tot zo. Yo mensen, zijn we weer. Over 345 kilometer zijn we daar. Hoe is het? Kijk, dit is wagen, man. Hier maar voor. Hoe lang moeten we nog? Kwart voor 12 zijn we daar. Het is nu 8:30. Dus ik zeg tot zo. Dan rijden we het moment op snel. En moet je hier ook kijken wat voor vrachtwagen is hier allemaal. Je
dode man tussen rijden. Parijs. Maar als je kijkt, zijn het toch belachelijk, vierde mensen. Als je eens een keer dat je gaat tellen. Gewoon snel in Duitsland of zo, of in België. Kom je dus handig veel tegen. En dat moe. Maar het zal wel hier weer vrachtwagen. Ja, Nederlandse vracht. Nederlandse trailer. Maar ja, het zal wel mensen, ik zeg. Tot zo. Daar zijn we, mensen. We zijn dit moment in Frankrijk. Voor ofzelf zijn we daar. Het is nu 10 uur. Nog 2 uur en een kwartier rijden. Ja, 2 uur en een kwartier. En ja, ik dacht, zag jullie nog even dat we allemaal in Frankrijk zijn? Ik kreeg dan een brief van Boyfriend. Welkom in Frankrijk en al. Jullie weten nu wel als je een telefoon hebt. Dus kijk. Niks, daar in Parijs. Oh, fuck, is het nog niet. Maar ik heb net een aan het eten. De telefoon hebben we net gewoon gemaakt en zag ik. Tot zo. Mensen, we zijn dit moment aangekomen bij de tol. Bij de allereerste tol van ons. Zo duurde je even. Het is al gekregen. Ja, maar zo doet de maat dat ik hier doe de maat als ik hier zo moet vragen. En dan kunnen we doorrijden. Perfect ticket eruit pakken. En kunnen we ook weer gaan doorrijden. En mensen, weet je wat ik zeg? Tot zo. Als ik eerst in zijn, als ik eerst moet. En dan zijn we weer. We zijn bij tol. Hopelijk zijn we goed. I don't know, maar ik hoop het wel. Hou vast, tot dadelijk spring je ook in Spark. Ik kwam er een tientje in, dus ik mag hier zo wat klinken jou. Ik zal even mee. Ik zal een tientje zien, ding. Ik zal zoveel tientje erin doen. Naast ik spreek jullie zo. Jongens, daar zijn we weer. We hebben net misschien 10 minuten gereden van de tol af. We zijn nu bijna bij Parijs. Ja, ja, kijk maar, het vliegtuig staat. Zal scherp. Daar zullen jullie zien, daar het vliegtuig die schrijft al. En... oh nee, dat was wel wat fuck. Het is een tol. Onze zonneschijn hebben we nog weer. Ongeveer 600, nu ongeveer nog 500 meter zijn we daar. 7 over 12, zegt hij. Ik kom op een eind dan. Oh. Kom weer in een tunnel van... oh, 800 meter maar. Dus neem je er mee. Het is bijna een tunnel van een kilometer groot. Lang, nou, sorry. De camera bij mijn moeder ligt op de schouder. En dat was het einde, tunnel mensen. We zijn er bijna. Zoals jullie allemaal weten, ken je dat liedje? Ah, we zijn nog lang niet, zegt hij mij, en zo. Ze zijn er bijna maar lang op.
Zoals het allemaal weet, dat liedje. Zoals de meeste van jullie weten, kunnen jullie dat liedje. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En dat is gewoon rechtsuit. Ja, dat is gewoon vroeger altijd. Want ze echt schrikkelen. Ik spreek zo meteen achter een half uur als ze zijn. Zwaar ze tot zo. En dan zijn we mensen. En hoor. Zit hierin daarachter. Nee, dat is niet zin. Nou, dat ze blijven staan, kijk. Ja, zal wel. We zijn ongeveer 10 minuten, kwartiertje zijn we er, mensen. Ik ben zo blij. En wat zingen we dan? We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Maak jullie maar de tekst af. In de reacties, mensen. Dus, maar nog niet helemaal. Ik kom nog eens achter. Maar dat laat zeggen jullie maar in de tekst. Of in de chat. Zoals ik zeg. Tot zo. We zijn er bijna, gelukkig. Ik zag ze vaak in bocht van Disney staan. 5 minuten. Ik ben niet echt van als ik een bosje van 52 meter, dat we dan over 52 meter achter zijn, mensen. Dat meen ik nou. Ik zou van denken, ik weet niet waarom, maar. Oeh. Wel mijn moeder in beeld? Nee. Mijn vader zal je even laten zien in de spiegel. Dat is niet mijn vader zit er in de spiegel. Mensen die een goed voorbeeld op de weg staan zonder net 50 aangeven, maar de TomTom zegt 90, moet je nooit 90 gaan rijden, moet je altijd de borden aanhouden langs de weg. Kan zijn dat de TomTom dan niet geüpdate is. Hotel, Paul. Hotel, de golf. Ik zei toch links. Boom, boom, boom. Dan zie ik al een hotel aan de weg van het slag inzoomen. Daar zie ik al een hotel daar. Even kijken. Daar is Disneyland. Daar is Disneyland. Bij de rotonde neemt de eerste afslag. Wat is die verkeerde weg? Hij is verkeerd. Ik zal jullie dat vinden in 5 minuten lang. Je kunt zien totaal een hotel. Zou gewoon een hotel van in de verte zou ik. Houd over 1,5 kilometer links. Daar hadden ze een hotel. Boom.
we zijn alweer bijna. Oeps. Hoe moet je eruit doen in dat ree? Ik zal het meenemen naar mijn vaders kant. Kijk jullie door de ogen van mijn vader heen. Houd over 700 meter links aan en sla rechts af. Dan zijn we aan de beton. Tom van Disneyland. Nou, voor de weg, gek. Goedemorgen. Rechts ben ik gewoon daar. Kom weer door een tol in. En sla rechts af. We gaan weer door een tol in van Disneyland Prijs zelf. Dat is de voet. Nee, maar ik heb deze bij mij met zo'n dingen. Ja. Oh, dat kost zo betalen. Ja, maar dat is daar een kruis. Boven. Nee, die groene peetje, dat is daar een kruis. Want ze weet wat, ik zie jullie zo. We zijn op dit moment aankomen bij de hotels. Dat is niet normaal, hè? Dat zie je toch niet. Ja, die ziet de ganse koe goed. Tje. Zal ons mooi eens even lachen, maar hè. Ja, die lachen ze ook in pot natuurlijk. Ja, ja. Hoi. Hotel Tien. Yes. Dan moet ik achter de koffer laten kijken. Oh, moet de koffer laten controleren. Oh. You straight, the front and the right for the reception. Okay. Naar voren en dan rechts of zoiets. En de receptie. Hij doet nog de receptie. Rex, hè? Rijd door. Oké. Dank je. Goed dat ik wat die vrouw aan had, maar ja, het zou wel. Disney nog wat doorrijden. Wat staat dat dan? Staat Roger. Staat mijn broer. Moet je alles gaan? Nee. Ja, de receptie. Ja. Kijk, naar zielig toe. Oh, kijk de camera. Hoe moet ik hem parkeren? Hoe nee parkeren? Dank u, meneer. Dames en heren. Ze is van iemand die gewerkt Nederlands. Stress. Je ons hotel, mensen. Wat een freaking hotel. We zijn onderweg. Gaat jullie zo meteen even alles zien. Ja, wacht wel. Even rijden door, Tim. Sokken voor al dingen. Hè? Rijden door. Wat dan? We zien ze toch... Ja, we wel even kort parkeren. Ik snap er geen kloten van. Ja, dan draaien ze om. Ik snap er gewoon niks meer van, mensen, wat fuck. Mensen, ik zie je zo meteen. We zijn op dit moment aangekomen in het hotel. Ik zal even rondleiding geven. Shit. We gaan ons roomnummer zoeken naar de PLC. Moest dat ook dan? Jouw kastje. Je hebt mijn bed, stappen, ouders bed, tv, spiegel, dat was het. Heb je daar geen honger? Nee. Dat is zeg, tot zo. Ik loop op dit moment in Disneyland, mijn moeder zit ernaast me. Hey man. Nou, hier ook als jullie zien. We zijn gewoon even wat rondgelopen, net bij de winkels. Dus
I will show you it. This plant park open at 10 uur. Oh, dat blijft lang. Af naar dus nog heel hoog. Ik heb er zo een rentje voor. Oh, ik zal alles hier doen. Baby! Andere kant! Doe nog volgens mij. Dag man! Thank you.
Zo zijn we weer. We zijn in de hotelkamer. We gaan het vlogje beëindigen. Als je het leuk vond, doe een blauwe duim omhoog. Abonneer even meer. En is er tot morgen. Laters.